Hij is in een bloedvorm, maar die tijd van Beerbam die staat scherp, 49.03. Ik had gewoon van tevoren gewoon echt zelf gezegd, van ik kan gewoon mijn eigen ronde zeg maar rijden. En gewoon precies zoals ik het wou, zo liep het eigenlijk ook. En wat was jouw eigen ronde? Ja, gewoon wel zo snel mogelijk zeg maar dat ik er niet ging overjakkeren. Hoe bijzonder is het om die ring binnen te stappen in Aken? Ja, dat is toch wel iets aparts hè, want in die tribune zit gewoon alles zit gewoon staan vol. En ja, er zitten gewoon 50.000 mensen daar op zo'n moment, dus dat geeft toch wel een extra kick zeg maar. Wat doet hij in dat laatste stuk? Het is op de tijd, het is eronder, het wordt 48.99, 400ste seconde en daarmee wint de derde Nederlander in de geschiedenis. Albert Soer, vooraan waren het Jos Lansing, daarna Jeroen Dubbeldam. Voor de derde keer is er een Nederlander die de grote prijs, het Walhalla van de paardensport, wint in Aken. Het is Albert Soer, niet met Okidoki, maar met zijn nieuwe talent Sam. Hier heb je hem, hè? Ja. Super, hè? Wist je het meteen? Nou, ik ging door de finish heen en dan waar je recht op dat grote scherm af waar die tijd dan op staat, zeg maar. En toen zag ik 48 staan en ik wist dat 49 de snelste was. Dus, maar ik had toch even gewacht tot het definitief stond dat ik eerste was, zeg maar. Ik denk, hè, voordat ik hem te vroeg begint te juichen, maar ja, dat was toch wel, ging toch wel even iets door je heen. Zijn in de ronde, natuurlijk ook viele landsleuten van hier in het stadion. In Aachen is er in befreundeten drie landen in onmiddellijke nähe. Het is toch wel eigenlijk het concours der concoursen zeg maar, voor de paardensport. Het is toch wel echt een van de grootste wedstrijden van de wereld. Zeg maar. Dus dat is toch wel heel wat als je dat kunt winnen. Zeg maar. Ja, deze hoogte was het ongeveer wel gisteren. Ja. Zo ongeveer. En Sam had met deze hoogte gisteren geen enkel probleem. Als vierjarige ruin kwam hij bij de familie Soer. De nakomeling van Calvados verrast iedereen, maar zal tijdens de Olympische Spelen niet ineens de plaats van Okidoki innemen. Nee, ik denk niet dat we gewoon van het plan af moeten wijken. Okidoki is normaal gesproken gewoon de eerste keus. En op zich heeft Sam natuurlijk nu gewoon wel bewezen dat hij er ook over zou kunnen. Hoe gaat het met de sms'jes? Ja, dat gaat de hele dag door eigenlijk. En ik had gisteravond dus niet zo goed bereik met mijn telefoon. En het geheugen zat waarschijnlijk vol. Dus ik pakte vanmorgen deze telefoon en nu stromen ze maar binnen. Dus dat is alleen maar super. Is 103 je record? Ja, zo ongeveer wel, denk ik. Dus ik heb vanavond nog heel wat te doen.